Surf snel naar sportfabriek.nl. Marleen Veldhuis zwom in Eindhoven een mooi Nederlands record op de 200 meter vrije slag in een tijd van 1:58.26. De overstap naar coach Jacke Verharen blijkt dan ook een groot succes. Wij vroegen haar hoe het bij hem bevalt. Het bevalt me heel goed. Ik ben erg blij dat ik ben overgestapt van Amsterdam naar Eindhoven. Met name het is gewoon dat alles nieuw is, dat bevalt me heel goed. En verder, ik ben heel veel met techniek bezig en ik heb het idee dat het echt wel werkt. Dus ik voel me er goed bij. Zijn de trainingen van Jacco nou heel erg anders? In de essentie is het denk ik niet zo heel veel anders. We trainen nog steeds 2 keer per dag, 2 uur, 's ochtends en 's avonds. En tussendoor doen we krachttraining. En dat deed ik in Amsterdam ook. Wat wel anders is, in de training meer alleen armen zwemmen. Dat doe ik echt substantieel meer dan in Amsterdam. Eigenlijk ziet er heel rooskleurig uit voor Marleen. Maar wat verwacht straks op het TK? Ik heb 2 titels te verdedigen op de 50 en de 100 vrij. Er is ondertussen wel wat concurrentie bijgekomen. Dus ik verwacht dat ik goed zal zwemmen. En ik hoop op weer een gouden medaille. Thank you.